In Sporthal De Zijl worden aan lange tafels stemmen geteld. We praten met Menno Geldink van het team verkiezingen van de gemeente Leiden. Ja, ik zie dat ze al druk bezig zijn de stemmen te tellen. Ik zie allemaal stembussen staan. Komen die nou rechtstreeks van een stembureau? Nee, dit zijn de stembussen die komen van de bureaus waar gisteren is gestemd. En hoe werkt dat concreet? Die bussen worden hier opengemaakt denk ik op de een of andere manier. En dan? Ja, dan niet op de een of andere manier. Gewoon met een sleutel in een slotje. En vervolgens worden ze geleegd op de tafels. We hebben tussen de 60 en 70 studenten hier achter mij zitten. En die tellen alle stemmen. We tellen alles twee keer met het vier-ogen-principe. En dan hebben we een uitslag. En die wordt vervolgens dan weer op het PV opgenomen. Procesverbaal. Dat dinsdag, gisteren dus, al voor de helft is ingevuld door de stembureaus op de locaties in de stad. Een van de stemmentellers is Fenno Nooy. En hoe gaat het precies in zijn werk? Nou, we hebben eerst de stembus opengehaald. Daar hebben we de stemmingen uitgeteld. En hebben we hier de voor- en tegens geteld. En de blanco en de ongeldig worden aan het begin van de tafel bij elkaar verzameld. Vervolgens hebben we gecontroleerd hoeveel er van elk zijn. En zijn we één tafel hebben we alles doorgegeven. Om te kijken naar of de stemming inderdaad goed geteld is geweest door alle partijen. Dat is vrij overzichtelijk, maar straks met de Tweede Kamerverkiezingen wordt het ingewikkelder, denk ik. Ja, dat gaan we zo meteen nog even zien. Ik moet eerlijk toegeven, dit is ook de eerste keer dat ik het doe. Dus ik heb nog niet een heel erg goed idee hoe dat eruit gaat zien. Maar daar komen we vanzelf achter. Wat ik wel weet is dat we ze eerst splitsen op oneven en even partijen. Vervolgens gaan we ze splitsen op partijen en daarna gaan we de voorkeurstemmen gaan betellen. Dus dat wordt in verschillende sessies wordt dat gedaan als het ware. Niet dat je ze in één keer moet gaan splitsen. Ik heb het niet bedacht, maar zo is het ons uitgelegd. En dat blijkt ervoor te zorgen dat het efficiënter gaat. En ik kan me ook wel voorstellen dat dat efficiënter gaat. Voorlopig zijn ze nog druk aan het tellen.